Ja, hallo video mensen, welkom bij een nieuw filmpje. Mijn naam is Joost, ik zit in de auto. Even een introotje opnemen, want er is iets misgegaan in het intro. Er is helemaal niks misgegaan, maar het intro had copyright muziek eronder. Dus we kunnen het gewoon niet inlaten. Het moet eruit geknipt worden. Anyways, je kan, dus daarom vertel ik nu eventjes dat ik een mooie Sonic heb getekend. Kijk, oh, zie je die Sonic gaan? Hij wordt zo mooi getekend. Prachtig. Oké, en daarna gaat het weer verder. Het is in ieder geval een tekenvideo. Ik en Thomas gaan lekker dingen tekenen die jullie op mijn livestream hebben laten weten. Dat is de video. Mooi intro, Joost. Dankjewel. Doe een duimpje omhoog. Klik even op dat rode abonneerknopje, zodat hij heel mooi grijs wordt als je dat nog niet hebt gedaan. En veel kijkplezier. Thomas tekent Jimmy Neutron. De kin is gemaakt. We zijn weer terug, jongens. Okay. Ja. Het lijkt meer op een beetje een smurf. Ja, het is nou nog meer een smurf. Hij heeft gewoon een hoedje. I don't even care. Recht yes. Naar de maan. Daar komt Jimmy aan. Gewoon niet eens veel gebruiken. Ik ben benieuwd wat hij weer gaat beleven. Hij is een beetje... getard. Maakt niet uit. We laten iedereen in zijn waarde hier. Hij moet juist heel slim zijn. Jimmy Neutron is een intellectueel man. Hij heeft een groot hoofd. Dat klopt. Mensen met een groot hoofd zijn slim. Daar staat hij bekend om, dat hij inderdaad een groot hoofd heeft. I mean, je ziet wel dat het Jimmy is. Maar nu komt het, hè. Nu ga ik hier... Oh, je gaat zijn hond tekenen. Ja. Wat is dat hoofd? Hij had een paddenstoel of zo. Hij is Hij had een staart, zo. Was een staart niet een stekker? I can't remember. Ja, dat was een stekker, zo. En af en toe, als hij blij was, als hij Jimmy weer zag, kwam er de bliksemschicht uit. Ik weet niet of dit... is dit hem? Is this your final draft? Nou, ik moet nog een nekkie. Ja, het is geel. Maakt niet uit, hij had nachos op. Hij heeft ook wat nacho vingers hier. Hij had nachos op. Ik vind hem mooi. Ik vind hem mooi. Oké, sure. Nou kijk, die paddenstoel, dat is dus dat ding. Dat is zijn brein. Ik snap wat je bedoelt. Ik zie inderdaad wat je aan het proberen was. Ik weet niet zo goed waar zijn tong gebleven is. Chat, wat vinden jullie hiervan? We willen cijfers zien. Nou, we zien de cijfertjes even binnenkomen. Ja. 8,4 en 5. Ja, ik denk dat het toch wel beter had gescoord, hoor. En jongens, we moeten uiteindelijk gaan we een tierlist maken van alle tekeningen. Oké, jongens, wat moet ik nu tekenen? What's the next one? Ja. Laat me weten in de chat. We kiezen hem uit. We hebben nu Sonic. En Jimmy Neutron. Thomas de trein. Ja! Doe Thomas de trein. Eigenlijk wel. Ik weet dat hij zo'n rond ding aan de voorkant heeft. En dat is zijn hoofd. Ik heb nou gewoon geen ruimte meer. Heeft hij zomaar zo'n ding. Met zijn stok ertussen. Ja, hij kijkt heel blij. Hij kijkt verdomme alsof die... No, Joost. Oké, we can paint him red. Oh nee, hij was blauw. Ik wil dat zeggen, wat? Rode Thomas de trein. Kijk. Ja, dit is hem, jongens. Stop! Wat doe je? Hij is tekenen uit zichzelf. Ik vind het wel mooi dat zeg maar, die wielen gewoon de hele carrossière gewoon helemaal doorzichtig maken. Ah. Vind ik wel... Is dat nieuwe technologie? Ik zie dat nou pas. ik dacht net dat het wel uitgegroeid was. Wat ben je nou aan het doen? Ik vind hem mooi zo. Ik ben niet tevreden. Joost. Ja? Je bent gewoon compleet... Ga maar naar de foto's. Zullen we kijken? Je bent gewoon compleet de rode lijnen vergeten. Gewoon compleet de plek waar de persoon die hem bereid moet zitten vergeten. De complete gele lijntjes vergeten. I mean, pak de foto er maar gewoon bij. Ik was redelijk close. Je was niet close, Joost. What the fuck is dit? Hier, jongens. Oordeel zelf. Oh, man. Hier. Wat heb je gedaan? Dit is gewoon... Shit, zijn loco shit stok zit aan zijn hoofd. Oh. Ik heb hem op zijn rug gezet. 4. Ja, weet je, een 4'tje is wel is denk ik wel eerlijk voor mijn... In 1. Oef, de rough crowd, tough crowd, jongens. Nou, oké, het is tijd voor Thomas. Thomas, wat ga jij tekenen? Zeg het maar, Jet. Teken Kermit. Ja, dat is... Zo voor de hand liggend. Het is voor de hand liggend, maar iedereen zegt het ook. Ja, dat is een mooi oogje. Nee, ja, zijn oogje heeft natuurlijk een bolletje. En een streepje ernaast, toch? En een streepje die zo gaat. Ja, dat is echt een raar oog. Wie verzint dat? Ja, Jim Henson. Of is dat echt een kikkeroog? Kikkers hebben wel een soort van zulke ogen, volgens mij. Ja, oké. Hey everyone, it's me, Kermit the Frog hier. Dit is hem. Ja, hij is wel blij. Waarom heb je nou weer een tekstbol? Wat is dat nou weer voor detail? Kermit is wel wat veranderd aan zijn taalgebruik. Ja, ik ben het ermee eens. volgens mij was hij niet zo onaardig. I mean. Het is... Ja. Daar doen we eventjes TTS bij. Ja, gaat hem helemaal signeren. There you go, guys. There you go. Mijn mic is helemaal naar beneden gegaan. Hallo. Oh, mijn god. Hey, dit is de reference material. What's up, motherfuckers? Hij is zo blij dat hij er mag zijn. Dat hoofd. Oké, nou ja, de cijfers zijn best wel hoog, denk ik, de Thomas. Yes.
Oké, okay, goed. Het is my turn. Wat moet ik tekenen, jongens? Timmy van The Fairly Odd Parents. Ja. Die is ja, wel ja. leuk. Ik, dat kan ik wel waarderen. Ik kijk dat echt heel vaak, maar voor some reason is mijn geheugen heel erg bad en dat soort dingen. Gekke... Hij is wel een beetje Tumblr geworden. Een beetje emo. Ja, maar hij had al zo'n emo whip. Ja, maar niet zo groot. Niet? Nee. Oh, Timmy is gewoon een knul. Wanneer iemand iets van weet. Pap en mama Vicky. Nee, mam en pap en Vicky. Geef orders bij de peet. Het lijkt net een fucking Peter Griffin. Wat ben je aan het doen? Oh, maar die is goed. Die is heel goed. Hij had tanden, right? Ja. Hij lijkt nu een beetje op Milan in zijn oude... In zijn older Dit is Milan. Ik heb echt de meest lazy ass fucking Jeez. Cosmo en Wanda ook. Maar ik ging voor de bonuspunten. Ja, je gaat wel voor de bonuspunten, ja. Gewoon copypasta. Oké, okay, yeah, I'm finished. Oh, het is zo'n zwevend balletje. Ja, het is een zwevend balletje. Klopt. En hij heeft ronde hazentanden. In plaats ja, van natuurlijk. De iconische ronde hazentanden. Jongen. Ja, nou, ik was heel erg in de buurt. Oké, jongens, wat vinden jullie ervan? Hè? Wat voor cijfertje krijgen we hiervoor? Even kijken, we hebben een 8. Dat is al goed. 2. 2, jullie zijn echt niet aardig. 6 van de 10, I mean, kan ik meer leven? Could be worse, right? Oké, goed. Wat moeten wij nog meer tekenen? Wat moet Thomas nu tekenen? Wat moet ik gaan tekenen? Teken een sapling. Catdog. Oeh, ken je die nog? Let's go. Dat is een uitdaging, hoor. Catdog is een uitdaging. Catdog is een uitdaging. Ik zit dus vooral te twijfelen. Yep. Wie zat er links, wie zat er rechts? Zo, dat is een goeie. Ik denk... Links was de kat. Ik denk dat bijna 100% zekerheid zeggen dat links kat was en rechts hond. Oké, ik kan me dit nog best wel goed herinneren eigenlijk. Op zich, de cartoon was redelijk easy. Maar het moeilijkste gaat denk ik zijn, hoe ga je het gezicht tekenen? Ja. Right? Hoe gaat het gezicht eruit zien? Wat hadden deze mensen op toen ze dit verzonnen? Ja, echt hè? Like, wie dacht, goh, laten we een kat en een hond in sausage vorm aan elkaar zetten? Ja, maar eerlijk, de Cartoon Network cartoons waren echt fantastisch. Zodat ze hangen of zo op zijn poten? Dit zijn ze oorlellen. Oké, nice. Hij is flink, lijkt een beetje op een paard, voor zo'n reason. Dat leek op een stropdas. Er was een aflevering waar ze met een goocheldoos gingen spelen. En dat ze geseparate werden. Oh, kijk toch? Ja. En toen ging die ene ging op de straat leven. Het was echt grappig. Wat een hele rare aflevering. Oké, maar nu ga ik twijfelen, want volgens mij... Nee, ik twijfel niet. Waar twijfel je over, jongen? Vertel het ons. Ik weet het zeker. Ik ga ze erop zetten. Wat de Flenko's. Ja. Ja, tuurlijk. CatDog had echt van die... Oh ja, dat is de perfecte dit is kleur. Hem. Oh, yes. Big oomf. En deze motherfucker had één op zijn oog. Ja. Deze motherfucker had er één op zijn oog. Ja. Gaan we. Ja, dit is hem. Oh, de paarse neus. Oh ja, natuurlijk. Oh, man. Oh, die drie spietjes natuurlijk. Ja, de sprietjes en de neuzen was wel echt een kenmerk, hoor. Ja. Het lijkt een beetje een schaap, die van mij. Ja, je hebt uiteindelijk hier dus de sprieten weer vergeten. Ja. Maar I mean, hij is wel een... En de wenkjes. De wenkjes ook. Maar I mean, het idee was er. Ja. Ze hadden handen. Dat. Ze hadden handen, ja. Laat een mislukte giraf. What the fuck? Okay. Dat is niet aardig. Mislukte giraf. We got him. Oké, nou, we hebben hier de cijfers. We gaan weer kijken. Wat moet ik tekenen, jongens? What's it gonna be? Rocket power. Dat gaat me niet lukken. Ga Otto. Ik vind dat je Otto moet doen. Oh, dat is te moeilijk. Op zich is niet... Nee. Fuck. Oko, ik vind Otto is wel een S-tier character om te tekenen. Ik teken echt hoe ik hem in mijn hoofd heb. Moet ik een beetje helpen? Nee. Oké, nu pak je echt de vorm van Sam. Sam. Ja, je pakt nu Sam. Sam was echt heel rond. Ja. Otto was meer een beetje... Zo. Ja. Ja. Precies. Beetje een cup in hoofd. Ik help je wel een beetje, want deze is wel gewoon echt lastig. Ja, perfect. Oh, dit begint al ergens op te lijken. Oprecht, dit is nog niet eens heel slecht. What the hell? Hij heeft wel echt zo'n yo, what up, stance. Ja, dat is ook wat hij deed. Hij zat altijd zo op zijn skateboard. Fucking, ja. Hij had altijd zo'n super stance. I mean, ik vind hem oprecht heel vet. Hij is wel cool, toch? Ja, oprecht. Ik vind hem wel cool. Oh, shit. Ik vind hem oprecht goed. Right? Dat mondje vooral ook. Ik ga nog eventjes die oogjes geven. Gewoon to finish it off. All for reference. En in die oortjes had ik goed, zie je? Ja, dat wel. Ik had hem nog goed, man. Ik dacht echt die neus. Holy die oortjes, shit. Die kleur bril, dat haar. Oh. Die zweetband had, dat ik ook nog goed onthouden. Geen bloemetjes. Nee, geen bloemetjes. Gewoon een geel dat shirt. Gewoon een geel shirt. Sowieso 10 voor de effort. Ja, ik was echt bang voor deze, omdat ik dacht dat hij veel te moeilijk was. En ik heb hem uiteindelijk nog best wel... What the fuck is met zijn ogen? Zijn ogen zijn in één keer verplaatst. Hij loert naar je. Deze zit... dit is een beetje dit is een beetje Kermit-tier geworden. Ja, shit. Nice. It's very nice. Oké, wat gaat Thomas nu tekenen, jongens? De volgende drawing. Wat ga ik tekenen? What's it gonna be? Oemf. Steve. Minecraft Steve. Oké, jongens, we gaan Steve tekenen van Minecraft. Wacht, we moeten een Minecraft muziek hebben.
Oké, gaan we. Let's go. Ja, maar ik wil wel zijn hele lichaam hebben, Thomas. Ja, dat ga ik ook doen. Ja, maar dat gaat niet passen zo. Fuck, oké. Ja, dat is heel goed. Oké, hij begint dat te lijken. Het is lekker light, weet je. Het is gewoon mooi. Het hoofd is niet precies vierkant. Nee, hij maakt uiteindelijk toch Alex. Hij is fucking buff. Hell holy yeah. Shit, kijk die spierballen. Hij is Roblox. Roblox team. Bro, Hij is zo buff. Hij is echt heel erg buff. Hij heeft niet van die spiermakkers. Maakt niet uit. Hij was niet zo wit. De micro... Fucking L-hee. Tell your kids that they don't can... They don't... Say Shimon. You cannot say Shimon 3x12 a.m. or L-hee will catch you. Ik wil hem laten zien. Look at him. Tell your children that if you stand into a dark bathroom and say Shimona 3 times, L-hee will appear in the mirror. What? Where's Steve? It's already gone. What the fuck? It's done. Steve! It's done, man. It's all over. This is sad. Minecraft muziek ook. I brought Steve. Him back from the death. Dankjewel, Joost. What the fuck? Hij is gechoked. Ik, wacht, nee, ik maak nu stink noodles. Nee, dit klopt niet. Nee. Oh. Ik verwarm hem hiermee. Het spijt me, jongens. Maar dat is gewoon niet Steve. Nee. Jij gaat hier echt laag op scoren. Ja, het spijt me. Steve. There we go, guys. And there we have it. Lijkt hij een beetje? Ja, nee. I mean. Hij is blauw. I mean. Ik pakte gewoon de fucking Lego versie. Hij keek schil, dat was een ding. Hij had een baardje. Oh. Dat was zijn mond meer. Jet, ik weet niet wat ik hier... Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Het lijkt net als hij zijn seat erin heeft gezet, die deze. Had je maar... Oké, wat gaan we doen? Fucking Brum, let's go. Ja, Brum. Dat Brum was echt... Zeg maar, ik had CatDog, Boze Bevers en Brum. Dat was echt de shit. Brum is wel een in real life character weer. Dus volgens mij had hij wimpers. Nee, hij had geen wimpers. Niet? Nee. Oh, ik weet nog iets heel... belangrijk detail. Goed zo. Hij had een fucking dingetje hier hangen. Zo, maar hij zat onderaan. Als hij blij bent, ging hij zo... Ja, ging dat ding draaien. Ja, was hij zo blij. Zo'n opwindding. Ja. Brum, gaat de keer. Zo'n gigantse jumazelde. Brum, komt er. Deze man kent de tekst gewoon. Zoiets. En dan even iets, nog een lichter kleurtje. Om die wielen in te kleuren. Nog eens lichter. Ja. Yeah. Zoiets. Okay. I dig it. En dan nog een laatste detail... Ja. Zijn wielen maken niet echt service met de grond, zeg maar, maar... Ja, maakt niet uit. Ik vind het nice. Oké, we gaan even kijken. Brum. Natuurlijk de nummerplaat. De nummerplaat met Brum erop. Of course. Hij is echt blij. Kijk hem gaan. Yeet. Ultimate yeet. Oh. Ik zie 7's. Redelijk wat 7's. 6.8's. 7's. 8. Nog best wel hoog. Ja. Yeah. Oké, ik begon allereerst met tekenen. Dus betekent dat jij nu nog één keer moet tekenen. En dan gaan we over naar tierlist sexy. Ja. Yeah. Fucking diertje blok, are you kidding me? Who the fuck are you? Diertje blok. Dat was echt zo'n farfetched. Hoe de hel kom je daar nou weer bij? Fucking diertje blok, jezus. Zou je Rick kunnen tekenen van Rick en Morty? Of yeah. Morty? Ja, yeah. Rick. Ja, yeah, why not? Wie wil je? Let's do Rick. Je praat als Morty, zeg. Wait, no, I mean, let's do Rick. Let's draw Rick. Wabalabadabdab. Wabalabadabdab. Wow, dat haar is wel... Ik heb geen idee hoe het haar eruit ziet. Ja, hij was wel een beetje bleek. Oh, hell yeah. Oh man, natuurlijk, zijn lapco. Zijn lapco, dat is lang. Ja, en dat was zijn haar, ja. I mean, zijn haar is nog niet eens heel ver af. Ja, het is nog een walletje onder zijn ogen. Dat neusje heb ik, dat mis ik wel hoor, dat neusje. Ja, de neus, zeker. Blauwe unibrown in plaats van zwart. Oh. Ja, en hij had dus een bruin broekje in plaats van een zwarte en zijn labcoat was een stuk langer. Mag ik pluspunten voor de Portagon die echt gewoon compleet gedetailleerd is op hoe de serie is? Ah, hij is hier wel grijs, hier is hij pittig wit. Maar oké, okay, hij is wel mooi. Oké, okay, wat hebben we jongens? We beginnen nummer 1. D-tiertje. D-tiertje is wel real. Oké, D-tier Sonic. There we go. We hebben het... Fucking hell, man. Yeah. F, ja, sorry. De chat heeft gesproken. Het is een F-tiertje. Oké. Okay. There we go. Dat was de fucking... I mean, kunnen we eventjes een F-min-tier maken? Oh. C-tier? Nou, Nicky is nog wel gunstig. S-tier? What? No. Oh. No, real tiers. Ik zie wel vaak wel eentjes... Oké, okay, fucking F. There we go, jezus. Ik denk dat al die tekeningen gewoon allemaal onderaan komen te staan. Geen één krijgt S. Kermit the Frog! Sup, bitch. E-tiertjes zie ik. Ik zie wel redelijk veel E-tiertjes. Redelijk veel E-tiertjes. Ja. Kermit komt een C. Oh, wat mooi. Deze zit niet op het niveau van Thomas de Stank. En Jimmy Neutron. En Jimmy Neutron. Ik zie veel E'tjes. Gaan we mijn E zetten? E-D. E kan ik mijn leven.
Volgens mij... Ja, maar ik vind het een D'tje. Deze is beter dan Sonic. Ja. Right? CatDog. Ja, dit... CatDog is wel een is wel, ik zeg E. Ja, dit is wel een E'tje. Ja. Oké. Okay. Is dit een worstenbroodje? Ik haal eventjes het bord weg. Oké, okay, right. Otto! Oké, okay, waar gaat Ottootje inkomen? Ik zie S-tiertjes, jongens. Oemf! Ja. Nou, Ottootje in S-tier dan maar. Daar staat hij. Ja, nee, ja. Choked Minecraft Steve. Dit is Steve. Dit is Steve van Minecraft. Ja. Ja, nee, dit verdient even niet eens. Er moet een nieuwe sectie komen. Ik ben het hier wel mee eens, eigenlijk. Okay, chat, zijn jullie het hier mee eens? Fucking brum. Het lijkt alsof hij een autocrash gehad heeft of zo. Oké, ik word al een S-tiertje gegooid. Nee, dit is geen S-tiertje. Dit is geen Otto-lab. There we go. Ik vind het er zo best wel cool uitzien, dat die tekeningetjes op een rijtje. Ja, ik vind het ook heel vet. Dat ziet er zo leuk uit. Yeah. Alleen die valt een beetje out of place. Nou! Hey, fucking rubber dub! Z-min. Z-min? Oké, ja, ik denk dat E is de meeste... We gaan hem in E doen. Oké, zijn we het hiermee eens, chat? Is dit een goede lijst? Oké, nou, dit is de uiteindelijke lijst geworden, jongens. Ook zijn jullie het mee eens? Ik ben het hier wel mee eens. Nou, top. Bedankt voor het kijken. Yeet.